De Opel Karl is er nu ook in 120 jaar edition uitvoering. Mijn naam is Hendrik Liewes en in deze video laat ik u de auto zien. Kijkt u mee? Nou, dit is de Opel Karl 120 jaar edition uitvoering. Nou, de Opel Karl is sinds 2015 op de markt. Deze uitvoering die heet inderdaad 120 jaar, omdat Opel dit jaar 120 jaar bestaat. Nou, er zijn een aantal leuke kenmerken bij de auto, waaronder andere de badge aan de zijkant van de auto met het 120-jarige logo. En ook zitten de originele vloermatten in, met ook het 120-jarig logo daarin. Nou, dit is ook een nieuwe kleur, Petrol Blue. Die vervangt eigenlijk de Sparkling Blue, die er eerst was bij de Opel Karl. Nou, standaard is de auto voorzien van airconditioning en cruise control. En ook een radio met Bluetooth. De stoel is in hoogte verstelbaar. Als extra is hier nog het 120 jaar Edition Plus pakket bijbesteld. Voor onder andere deze 15-inch lichtmetalen velgen. En ook heeft hij dan parkeersensoren en mistlampen. Nou, de stoel van de Karl die gaat aan de zijkant hiermee worden in hoogte versteld. En uiteraard de rugleuning kan met deze andere hendel. Ook zit een nieuwe bekleding in de auto. Ziet er mooi erg chic uit. Bediening aan het stuur wil die wel bekend zijn. Links de cruise control. En die bedient u door middel van dit knopje in te drukken als eerste. Daarna de knop naar beneden. En hiermee gaat hij er weer mee af. En de rechterkant bediening voor het audiosysteem. Harder en zachter. De zenders opzoeken. En hiermee kunt u, als u de telefoon gekoppeld heeft, opnemen of een gesprek beëindigen. Nou, zoals we zeiden, standaard is de Karl 120 jaar edition voorzien van een airconditioning systeem. Links kunt u hiermee de kachel bedienen. De airco zet u hiermee aan of uit. Hiermee hoe hard u de aanjager wilt en rechts waar u de lucht vandaan wilt hebben. Ik heb hier een radiosysteem met USB-aansluiting. De USB-aansluiting die bevindt zich helemaal daaronder. En deze radio is ook voorzien van een mogelijkheid om uw mobiele telefoon te koppelen, zodat u handsfree kunt bellen of u muziek kunt afspelen. Nou, ook de spiegels en de ramen zijn natuurlijk elektrisch verstelbaar. En de auto is centraal deurvergrendeling met afstandsbediening. De achterbank is ook nog in twee delen neerklapbaar. Maar wat ook nog handig is, is dat u kunt het zitgilde ook nog omhoog tillen. En dan hiermee naar voren toe halen en eruit halen, zodat u de achterbank helemaal plat kunt klappen. Naar de Karl is voorzien van een 1.0 benzinemotor die 75 pk levert. Nou, ik hoop hiermee een leuk inzicht te hebben gegeven van deze Opel Karl. Wilt u meer informatie of wilt u auto in het echt zien? U bent van harte welkom aan de Natuurbaan Noord 133 in Roden. Deze maand, daar praat ik over mei 2019, loopt er een leuke private lease actiemaand. Waarbij u al een nieuwe Opel Karl rijdt. Een 120 jaar edition uitvoering voor €199 per maand. Voor 60 maanden met 10.000 km per jaar. Heeft u meer vragen, ben ik er uiteraard voor u. Ik help u ook graag. Vul die vragen hieronder in of word abonnee van ons YouTube kanaal. Zodat u onze video's ook blijft zien. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Hendrik Liewes. Ik wens u nog een fijne dag. Thank you.